Wat is buitenzintuigen waarneming? De meeste mensen denken dat we maar vijf zintuigen hebben. Maar we hebben andere mogelijkheden die we kunnen ontwikkelen en trainen. zodat we met meer informatie dan de informatie van de vijf zintuigen kunnen werken. Er zijn verschillende vermogens die eigen zijn aan elk van ons en die we kunnen ontwikkelen. Zo kunnen we geluiden en stemmen leren horen die anderen niet waarnemen. Dat is helderhorendheid. Uiteraard bedoelen we hier niet de mensen die mentale stoornissen hebben, maar de mensen met buitengewone vaardigheden. Misschien hoor je een kind lachen, terwijl je alleen bent en de afwas staat te doen. Als dan later je zoontje thuis komt en vertelt dat er een grappige situatie was waar iedereen mee begon te lachen, dan weet je dat je misschien iets gehoord hebt dat verder gaat dan je normale gehoor. Soms kun je ook geuren op buitengewone wijze waarnemen of dingen met de tastzin. Dan spreekt men over heldervoelendheid. Helderziendheid is dan weer iets dat de meesten wel kennen en is het vermogen om iets te zien over gebeurtenissen of objecten zonder de gewone zintuigen te gebruiken. Heel soms gaat het om toekomstige zaken. In de meeste gevallen is het in de vorm van een mentaal beeld of een video vergezeld van de bijbehorende emoties en andere gevoelens. In ons dagelijks leven gebruiken we verschillende zintuiglijke vermogens tegelijk. Dus het is aannemelijk dat dit ook op vlak van buitenzintuiglijke waarneming het geval zal zijn. Soms kunnen hulpmiddelen worden gebruikt om je buitenzintuiglijke vermogens te versterken. Zo kun je een pendel gebruiken om een plaats op een kaart te vinden, om iets of iemand op te sporen of om gewoon eenvoudige vragen te beantwoorden. Recognitie is de mogelijkheid om de toekomst te kennen. Zonder de normale zintuigen te gebruiken. Retrocognitie is dan het tegenovergestelde waarbij mensen het verleden kennen. Bij het ontwikkelen van buitenzintuiglijke waarneming is een van de dingen die we moeten doen het constante praten in onze geest verminderen. Je moet leren je geest te kalmeren. Er zijn verschillende manieren om met je geest te werken, maar het vraagt oefening en doorzetten. De beloning is echter groot. Koenraad Rauw is een expert in praktische technieken voor persoonlijke en spirituele ontwikkeling. Hij is auteur van het Sensatiehandboek, de verboden geheimen van persoonlijke en energetische ontwikkeling. Hij reist de hele wereld rond om te leren en om lessen te geven. Bezoek zijn website voor een gratis nieuwsbrief gevuld met tal van goede tips en adviezen.